Ja, mevrouw, we hebben wat gezien, dus we willen ook nog een echo doen en we gaan een biopsie doen. Oh, oké. Dit is een podcast van NPO Radio 2 en EO. Textuele voorlichting met Martine ten Klooster. Floor Jansen is de gast. Zij is de zangeres van de Finse metalband Nightwish. En toen deed ze in Nederland mee met Beste Zangers en boom, ook hier bekend. Maar de echte fans kenden haar al veel langer, want ze is gigantisch. Via de muziek ga ik met haar in gesprek over de dingen waar ze voor staat. En ook de hobbels waar ze overheen moest op weg naar deze release. Ze heeft namelijk een eigen plaat uit. Een debuut, want dit is van haarzelf, solo. Je gaat zo meteen horen hoe dat album klinkt en waarom dat zo bijzonder is. Maar eerst nog even de boel helder krijgen, hoor. Het is dus een carrière binnen een carrière. Ze vertelt het jezelf in 1 minuut. Ik heb een beetje een gekke situatie waarin ik iets voor het eerst ga doen, terwijl ik eigenlijk al bekend ben van andere dingen. Ja. Dus ik ga binnen mijn carrière iets nieuws doen. En dan heb je wel al een hele verwachting eigenlijk, nog voordat je begonnen was. En dat heb ik best wel gevoeld. Ja, wat wil ik nou eigenlijk? En ik had eigenlijk vooral scherp wat ik niet wilde. En ergens moest er iets gaan groeien wat ik dan wel wilde. Wat past er dan bij mij? Als ik pop ga doen, of zeg maar niet rock en metal, wat is dat dan? Hoe klinkt dat dan? En hoe klink ik dan? Het antwoord ligt hier voor ons. Paragon. Look at me now, my paragon. Oh, my dream is now, my paragon. Hold on to your dream, hold on to yourself. Hold on to what you've become. Look up, you are here, look up to yourself. You are your paragon. Paragon is de titel van haar plaat en My Paragon, dat is een liedje op die plaat. Het betekent het ultieme voorbeeld. In deze podcast spreek ik artiesten aan de hand van hun songteksten. Floor legde een complete reis af vanaf het schrijven van deze liedjes tot aan nu. En die reis mag je dus meebeleven. Er is echt van alles gebeurd hoor, geloof me. Ze kreeg de diagnose kanker. Ze genas. Ze is nu zwanger. En momenteel treedt ze met haar eigen liedjes op. Bijzonder vind ik dat op deze plaat een aantal nummers staan, zoals Invincible, waarvan je zou denken dat dat geschreven is na haar ziekteperiode. Maar dat is niet zo. Het lijkt wel profetisch. Ze kijkt terug naar vroeger, ze blikt vooruit en ze leeft vooral in het nu. Met die houding zit ze ook op deze bank. Haar eigen liedjes zijn hier nu en dat alleen al is een verhaal op zich. Dat je nog eens verrast kan worden gedurende een carrière die eigenlijk al langer loopt en ook al heel goed loopt. Ik had geen behoefte aan meer. Ik heb ook nooit de behoefte gehad om een solo carrière te hebben. Nightwish is een grote band, dus I'm good. Yeah. Maar toen werd ik gevraagd voor Beste Zangers en daar was ik heel sceptisch over. Omdat ik heel bang was dat ik als metalartiest niet weggezet zou kunnen worden zoals ik zelf dat zou willen. Toch in commercieel Nederland vaker best wel belachelijk gedaan over het genre aan zich. Dat ik constant eigenlijk moest gaan verdedigen wat het is. Of dat ik eigenlijk alleen maar praatte over het genre en alle vooroordelen. En dat tegen de tijd dat ik het eigenlijk over mijn muziek wilde hebben, dat daar nog geen tijd meer voor was. Dit kan de grootste farce uit mijn carrière worden in Nederland. Uiteindelijk heel blij geworden hoe dat gegaan is allemaal. En hoe de muziek is ingevuld en hoe ik mezelf heb kunnen presenteren. Maar dat vond ik best juist wel heel erg spannend. Ja, geloof ik. En ik wilde dus heel graag dat genre waar ik zo van hou goed neergezet zou worden. En dat het gewoon om muziek zou gaan en niet om het circus eromheen. En dat was mijn verwachtingspatroon, als ik dat maar voor mekaar zou kunnen krijgen. Dus dat daar nog eens iets heel anders achteraan kwam en dat mensen mij ineens helemaal te gek gingen vinden en ik door de Nederlanders uiteindelijk toch nog helemaal omarmd ben geworden. Ja, dat vond ik zo'n leuke verrassing. En dat initieerde eigenlijk dus die solo carrière met een voorzichtig beginnetje met een showtje hier en daar. Ik boekte er 3, toen werd het er 6, toen werd het er 10, omdat ik alles maar uitverkocht. Dus het was echt zo, jeetje, wat gebeurt hier? En wat leuk. Eigenlijk overrompeld door je eigen succes. Yes, en vanuit daar dus die wil van, god, dit is toch eigenlijk wel heel erg leuk om wat te gaan schrijven. En
ja, laat ik vooral doen wat ik leuk vind. En het moet wel naast Nightwish passen. Nou, nu weten we dat Nightwish niet doorgaat met live spelen. Dat is nu gecommuniceerd met de rest van de wereld. En ik vind dat zelf ongelooflijk jammer. Ik zit midden in mijn carrière. Ik speel heel graag live. Dus ik vind het heel, heel jammer. Ik weet het natuurlijk al een tijdje. Dus daar ben ik ook al een tijdje op aan het anticiperen. En de onrust is er ook al langer. Dus een plan B hebben was al langer gewoon strategisch slim om te hebben. Ja. Slim om te doen. Wist het allemaal maar past. En ja, nu gaat dan plan B, plan A worden. Dus heel veel losse puzzelstukjes eigenlijk die al een beetje er lagen. En wat nu ja, en wat nu dan komt zoals het komt, ja. My paragon. Oh, my dream is now. My paragon. Die videoclip, hè, die vind ik dus echt heel mooi. Dankjewel. Ik was even benieuwd meteen wat het verhaal al is achter de drie personen die we zien. We zien jou als kind, jou als tiener en jou nu. Ja, precies. Nou ja, dat in principe al eigenlijk dat het een soort reis door het leven is. Waarin ik in ieder geval eigenlijk nooit echt tevreden was met wat ik deed of hoe ik het deed. Paragon betekent in het Engels het ultieme voorbeeld. En ik was voor mezelf dus nooit goed genoeg. Dus de plaat en zeker het nummer My Paragon gaat echt over die realisatie van wacht even. Een heleboel van die onzekerheden uit het verleden, daar ben ik gewoon uitgegroeid. En dat het soms dus goed genoeg is, al is het geen 10, maar een 6, is het ook oké. En als superstreber is dat echt een reis geweest die ik echt vanaf kinds af aan mij beïnvloed heeft. En ook wel positief, hè? Want het maakt dat je altijd het onderste uit de kan wil halen en je echt altijd het beste beentje voorzet. Punt waar het nooit goed genoeg is en waar te voor komt te staan, ja, dat is een beetje uitgefilterd. En dat is een beetje een soort van conclusie geworden waar de hele plaat een beetje aan hangt. Van ja, soms mag je gewoon best wel eens eventjes een schouderklopje geven en zeggen van je hebt het goed gedaan, het is goed genoeg. Die schouderklopjes zijn ontzettend energiek. Dat is ook zo lekker. Deze plaat kun je goed hard zetten. Als je de tekst erbij pakt, doen we zo meteen direct met het liedje My Paragon. Dan zie je dat het begint met One Day I Will Be en daarna volgen er dingen die dus later gaan gebeuren. En uiteindelijk vrij snel in de tekst wisselt dat al naar One Day is nu is vandaag. Waarom is dat zo belangrijk voor haar en waarom wisselt het? Heeft ze dat eerder dan misschien anders geloofd? Ik denk dat omdat in de videoclip zie je ook drie personen. Een kleine Floor als kind, een midden Floor als tiener en een Floor van nu. Kom ik zo op in het gesprek. One day I will be, oh, oh, one day I will reach it all. One day is a dream, oh, oh, but one day is today. I'm already there. Ik was al een tijdje aan het denken aan de titel voor de hele plaat als Paragon, maar het miste nog net het missende puzzelstukje om echt te verklaren waarom dan. Dus je had de titel wel, maar je had nog geen liedje bij die titel? Nou, ik vind de titel van het album is een overkoepelende. Die pas echt helemaal op zijn plek zou vallen met een tekst als My Paragon. Ja. Laten we dan even naar die tekst kijken. Ik heb hem geprint. Jij hebt hem naast je, maar wellicht is het niet eens nodig om te spieken voor je. Ik weet niet hoe het al in je hoofd zit. Je kent het, ja. Ja, wat ik sowieso tof vind, is dat het een beetje klinkt als een besef of zo. Dat was mijn gevoel toen ik het hoorde. Je gaat een beetje door de tijd heen. Want ik begin een beetje door te zeggen one day. Want dat voelt dan als iets wat ik altijd gedacht heb. Ooit zal ik het streven naar iets. Totdat ik eigenlijk in datzelfde couplet tot de conclusie kom van, maar wacht eens eventjes. One day is today. Mm-hmm. Ik ben er al. En vanuit daar dat een beetje doorpakkend op. Every day is a chance. Every day is a chance. Oh, oh, life is like a wicked dance. Every day is yours. Oh, oh, always wanting more. I'm already there. Always wanting more's, I'm already there. Wil ik eigenlijk zeggen van we zijn vaak bezig met altijd het volgende. Ik heb nu iets gedaan, ben er trots op. Volgende, volgende. In plaats van wat langer stil te staan bij shit,
hey, mm-hmm, dit is te gek wat ik doe eigenlijk en waar ik ben. En dus inderdaad een realisatiemoment. Ja. Lijkt me in jouw werk ook best wel de gang van zaken om steeds vooruit te kijken. Zeker, ja, ja, ja. Maar ik denk dat heel veel mensen dat doen. Iets op het werk wat af moet en de vakantie dan weer komt. En kerst wat dan weer gepland moet en weet ik wat. Je gaat eigenlijk van het een naar het ander. Maar zat je daar zelf heel erg in dat je daar tegenaan liep? Nou, ik denk dat dat een beetje een pandemie-wetenschapje is. Een soort van momentje waarin wij allemaal heel veel tijd kregen ineens. En dat altijd maar meer voor een heleboel mensen flink op pauze of op stop zelfs kwam te staan. Waardoor je noodgedwongen dan eigenlijk ineens die tijd krijgt. En ik heb eigenlijk niemand gehoord die dat deel ervan vervelend vond. Nee. Eigenlijk wel lekker die tijd die we nu hebben. Poeh. Ik wist eigenlijk niet dat ik zo moe was. Ja, het kwam me eigenlijk wel goed uit. Hoeveel ik dat niet gehoord heb. En ook wel daarna, ja, daarna moest alles weer door in hetzelfde tempo waar we ooit aan gewend waren, maar nu eigenlijk niet meer. En dus ik denk dat daar wel iets van is blijven hangen, dat we af en toe die behoefte wel blijven houden. En dit is het liedje waar dus die drie karakters ook visueel gemaakt zijn, precies, natuurlijk. Ja. Kun je dat ook op dit leggen? Dat je dus als kind elke dag one day en als tiener dacht je daar weer anders over en nu ook? Ja, kijk, als kind kijk je sowieso anders naar het leven. Maar toch was ik wel al echt een strevertje. En je kan het niet helemaal copy-paste op per fase in het leven, niet zo. Maar zeker die eerste coupletten, dat is heel erg vanuit dat ik dat een keertje zou willen. Dus dat is meer vanuit de jongere versie. Terwijl in het tweede couplet kan ik echt zeggen, today I can be. Nu ben ik er al en dit doe ik nu. En nou ben ik me er bewuster van en ja, en de rest van het liedje wordt dat eigenlijk gevierd, zeg maar. En hoe gaat het samen met zo perfectionistisch zijn, de tevredenheid? Zolang het maar niet te perfectionistisch is, dan is het een echte goede eigenschap. Ik zou het zo graag tegen de jongere versies van mezelf willen zeggen. Had je gewild dat je het al eerder begreep dat vandaag one day is? Ja? Ja, tuurlijk. Wat had het je opgeleverd? Ja, sowieso meer rust. Ik denk dat dat zo gaat het nou eenmaal niet met ons als mensen. Dit is onze ontwikkeling, die maken we door. Maar al geef ik niet de jongeren zelf, want mijn tijd is dan voorbij. Maar stel dat ik nou tegen een jonge meid van 20 kan zeggen, doe het rustig, het komt wel. Geef jezelf de tijd, ben eens wat vaker trots op jezelf. En al komt er maar één momentje ervan terecht, is het er alweer één. Dus natuurlijk schrijf het over mezelf vanuit mijn eigen ervaring. Maar wel met de hoop dat iemand anders daar misschien ook wat uit kan halen. Ik zeg het nou ook tijdens mijn shows. Oh, je vertelt er ook bij? Ja, een beetje wel. Want we spelen ook een song die heet Paragon. Om het nog verwarrender te maken met Paragon, het album en de song My Paragon, heb ik in 2008 een nummer geschreven wat Paragon heet. En daar zing ik in de refrein When Shall I Be My Paragon? En dat gaat heel erg over de frustratie die ik toen heel erg had. Van God, kan het een keertje goed genoeg zijn voor mezelf? Dus het is leuk om die in de setlijst mee te hebben. Is dit het antwoord op dat liedje? Eigenlijk wel, ja. Oh, dat is bijzonder. Ja. Dat iemand toezingen wat ze nu zegt, dat zit ook letterlijk in de tekst. Want ze wisselt namelijk van vorm. Ze zingt eerst My Paragon en daarna wordt het Your Paragon. Dat is leuk. En dat doorgeven, dat is ook goed gelukt. Want je kunt in deze podcast reageren. Als je bijvoorbeeld zelf een leuke songtekst hebt, of niet alleen leuk, maar misschien wel iets wat veel voor je betekent, dan kun je dat naar me sturen. Weet me te vinden via Radio 2 EO of via Instagram, @martinetenklooster. En met name als je al iets weet bij de artiest die hier op de bank gaat zitten. Volgende week is dat de Belgische band Bazaar. En zij doen ook boeiende dingen in hun teksten. Dus weet dat je kunt reageren als je dat wilt. Voor nu is dat ook gebeurd. Peter dook op. Hij hoorde dat Floor Jansen te gast is. En voor hem betekent die tekst van My Paragon echt heel veel. Uiteraard luistert Floor even mee. Hey Floor, 4 jaar geleden had ik nog nooit net als zoveel van je gehoord. En nu maak je elke dag met je muziek deel uit van mijn leven. Ik had er ook niet verwacht dat iemand met zijn of haar muziek me zo op een ontiegelijke manier kon inpakken. De manier waarop je zingt en de liedjes vertelt, ja, ik kan niet anders dan alles geloven. Daardoor zit ik ook regelmatig met natte ogen naar je te luisteren. Het komt echt recht uit je hart. Het is echt een heerlijk nummer om in op te gaan en om over na te denken en te zien waar je staat in het leven. Hold on to your dreams, hold on to yourself, hold on to
Dat beseffende ben ook ik in een nieuwe droom gestapt om na 25 jaar de sprong te wagen door in een andere baan te stappen en dus helemaal voor mezelf te kiezen, waardoor My Paragon voor altijd een aparte lading zal krijgen. Dankjewel voor alle mooie muziekmomenten tot nu toe en waarvan er hopelijk nog veel meer gaan komen. Hedo, olukke til. Dat was nog goed, hè? Wat zegt hij nou in het eind? Hey, doe, tot ziens. Oh, en succes, Lucetti. Ja. Grappig, ja. Daar zit blijkbaar ook een lijntje naar Scandinavië. Ja, ja. Was zo goed. Dat heeft hij vaak gezegd. Ja. Leuk. Oh, wauw. Maar is dit niet... Ja, dit is echt... Ik kan alleen muziek maken voor mezelf. Want je kan nooit schrijven voor anderen. In die zin dat je... Ja, je kan ook nooit iedereen pleasen. Maar je moet iets maken waar je zelf in gelooft. En als het dan zo bij anderen kan landen, als het zo aan kan komen en zo kan inspireren ook. Ja, dat is echt fantastisch leuk. Wat is leuk om te horen. Ja. Echt, goh, nou, na 25 jaar. Heel leuk. Bedankt hiervoor. Ja. Ik zat zo eens te denken en ik dacht, dit liedje, My Paragon, is eigenlijk een soort ultiem geloof in jezelf. Als je dan doorluistert, kom je nog terecht in een andere fase, namelijk in de storm. En uiteindelijk op het album is daar ook een overwinning, Invincible. Maar wij zijn nu bij stap 2, de stormen. Ik kan die stormen wel invullen als ik de media lees. Maar beter doe ik dat niet en vraag ik gewoon even heel concreet wat het voor Floor zelf betekent. Verrassend genoeg snijdt ze dan ook echt nog een ander thema aan dan ik van tevoren dacht. Trouwens, goed om te weten wel, dit liedje is niet geschreven door Floor. Sterker nog, het was niet eens voor haar bedoeld. Ze had contact met een producer, Gordon Groothedde. En hij maakte het voor Ruth Lorenzo. Er zitten zinnetjes in als... I'm gonna make it till the end. Ik ga het einde halen, even lekker vertaald. En I won't think once or twice. Nou, luister zelf even hoe die stormen worden beschreven... en hoe Floor dat dan voor zichzelf zingt. Terwijl het dus niet uit haar pen komt. We stappen in bij het proces dat de producer zei... Hey, dit is wat voor jou. Hij had mij zo eens aangehoord. En een week na dat gesprek of zo zei hij... Goh, er bleef maar een song in mijn hoofd terugkomen na ons gesprek. Ik zou je het dus graag willen laten horen. Gewoon om te kijken of het bij jou zou passen. I won't give up just yet. Gotta lose sometimes to gain. En dat was Storm. En dat was direct ja. Ja, dit vind ik heel gaaf. En waar zat dat hem in? Er is heel veel ruimte voor de stem. Het is enorm dynamisch. Het vliegt echt omhoog aan het einde. Dus ik heb ook de kans om mijn stem eens even flink te laten horen. To the whole wide world I'll say. Gonna make it to the end. Ik vond textueel gaaf. Je gaat je inleven en proberen daar een eigen verhaal aan te koppelen. En dat had ik eigenlijk bij Storm heel sterk meteen een gevoel erbij. Van ja, dit kan heel goed ook mijn verhaal zijn. So when you think you won the fight, I'm gonna strike your heart with lightning. You'll be blinded by the light, blinded by the light. You're gonna hear my voice roar like thunder. Kan je eens vertellen, wat is jouw verhaal bij Storm? Nou, ik vind... voor mij is Storm... heeft heel veel met eigenlijk een mentale onstabiliteit te maken. Door welke reden dan ook. In mijn geval, ik ben hoogsensitief. Maar dat weet ik wel relatief kort. En dus het grootste deel van mijn leven ben ik als hoogsensitief kind... en als jonge vrouw door het leven gegaan zonder te weten dat het zo is. En het scheelt ongelooflijk als je het wel weet. Want dan vallen er een heleboel dingen op zijn plek. En waarom je sommige dingen anders ervaart dan anderen. Of waarom je zo moe kan worden van dingen die anderen helemaal niet eens opmerken. En dat het dus wel degelijk ook echt een kracht kan zijn. En niet alleen iets wat gewoon heel lastig is soms. Hè, in een wereld waar alles veel en druk en een overflow aan indrukken geeft. En ik heb een zware burn-out gehad. Mede ook omdat ik niet wist dat ik hoogsensitief was. Een heleboel dingen ben gaan doen die absoluut helemaal niet bij me pasten. En ja, je groeit ook daarin in je eigen zekerheid. En je eigen, ja, dat je kracht kan putten uit hetgeen wat je voorheen als een last zag. En hoogsensitief zijn, hoe ziet dat er eigenlijk uit in het dagelijks leven? Eigenlijk zou je het heel in het kort kunnen zien als
wij missen een aantal filters. Of eigenlijk staan wij meer aan. Okay. Dus zeg maar, in de evolutie gezien liggen we voor op de niet-hoogsensitieve. wij zien de leeuw als eerste, zeg maar. We hebben hem als eerste gemerkt. Dus we voelen dieper. Bijvoorbeeld gewoon nu, in dit gesprek, heb jij nu denk je al een heel andere waarneming gehad dan ik? Dat kan goed zijn, maar dat is überhaupt zo. Want niemand is hetzelfde. Eens, ja. Ja, en je kan er nooit van uitgaan dat iedereen ongeveer hetzelfde ervaart. En waar was het dan het moment dat je wel dacht, oké, niet iedereen is hetzelfde, maar ik heb wel iets wat nu toch afwijkt of wat toch opvalt? Nou, eigenlijk omdat ik tijdens mijn burn-out iemand ontmoet die tegen mij zei, ik denk dat jij ook sensitief bent. En die heeft mij toen een boek gegeven van Suzanne Marlette Hart. En dat was een feest van herkenning. Alhoewel ik het toen geen feest vond. Ik vond het heel heftig om te lezen. En, waarom was dat heftig? Ja, ik denk omdat ik het zo graag eerder had geweten. De kinderen van nu worden misschien bijna te veel in hokjes geduwd, hoor. Van nou, jij bent autistisch en jij hebt ADHD en jij bent hoogsensitief. Ik vind het lastig om te weten waar er ergens de grens moet zitten tussen dat allemaal. Maar als je hoogsensitief bent en je wordt ermee echt, je ouders weten dat, de mensen om je heen weten dat, dat scheelt heel veel. En later ben ik daar veel meer eigenlijk in gaan duiken en ben ik het inderdaad van opgave naar gave gaan zien. En weet ik dat een deel van de reden waarom ik muziek zo kan uiten en teksten zo kan vertellen, ligt in dat is een deel van de kracht van het hoogsensitieve. Ik voel het diep en ik kan het ook communiceren. I'm gonna strike your heart. Storm dan vanuit dat proces van burn-out en hoogsensitief naar krachtig. I won't give in this time, 'cause fear is just not a chance. I won't give in this time, 'cause fear is just not a chance. Vond ik hele, hele sterke. En vanuit hier ga ik naar krachtig. Be the eye of the hurricane. You're gonna hear my voice like thunder. Want ik ben er. En eigenlijk mag er zijn. Ben je daar dan zelf de storm. Dus toen was ik even in de war waar ik nou precies naar luister. Want dan zing je It is me who brings the storm. Ja. It is me who brings the storm. Ik dacht, oh wauw, dus je vecht tegen iets, maar je brengt ook zelf de tegenwind of het kabaal. Nou, in die zin, ja, precies. En de kracht die daarvan uitstraalt, zelfs als je het niet helemaal letterlijk neemt als een storm, maar het krachtige van de song en van deze woorden maakt heel erg dat je, ja, dat het een heel erg empowering kracht geeft eigenlijk. Ik kan dit verhaal van mij hier aan koppelen, maar ik denk eigenlijk iedereen die het kent om een gevecht aan te gaan, in welke context dan ook, kan hier kracht uithalen. Het verhaal van Floor Jansen staat momenteel in veel media. Als je nu zou googlen Floor Jansen en dan resultaat nieuws, dan weet ik zeker dat je op zijn minst 15, 20 pagina's krijgt over wat er met haar is. Niet dat ze dat zelf opzoekt. Zij zegt vooral dat ze weet dat mensen nog iets anders van haar willen weten. Moet je zomaar horen. Geeft ze meteen het antwoord. Maar wat is dat dan, dat verhaal? Ze was kankerpatiënt en is nu zwanger. Dat is een extreme twist. Moet je met dat gegeven in je hoofd eens even luisteren naar dit liedje Invincible.
than ever before. En ook die zin, all this time you were invincible. Al die tijd was je al onoverwinnelijk. Dat is toch gewoon bijzonder als je dat zo hard kunt zingen. En als je zelf genezen bent van kanker. En toch, ik voel voorzichtigheid. Voorzichtigheid om het er zelf door te duwen, om dat erop te leggen als een soort waarheid. En het is ook een beetje plat, je leest het overal online, alleen dat en dan gaat iedereen weer verder. En tegelijk voel ik ook een soort enthousiasme bijna en bewondering voor hoe dit ineens in elkaar valt. Het beste idee lijkt me uiteindelijk om het aan Floor zelf te vragen. Hoe ervaart zij dat? Hoe zingt zij zo'n liedje nu en wat betekenen die woorden dan in haar situatie? Via het verhaal van de mediastorm ga ik met haar naar De Nieuwe Blik. En of dat dan ook voor haar zo is. De laatste keer dat ik mezelf googelde, deed ik dat omdat iemand had gezegd van... doe dat eens, want dan zie je hoe vaak dat er staat, hoe groot je bent. Ja. Dus als je Floor Jansen intypt, is het een van de eerste linkjes, tenminste toen, height. Oh, je bedoelt echt hoe lang je bent? Ik dacht even hoe groot artiest je bent. Nee. Nee, in centimeters. Oh, wauw. Lekker interessant. Ja. Dus, weet je, mensen vinden muziek interessant en tekst interessant. Maar dingetjes rondom een persoon is vaak eigenlijk stiekem het meest interessant. Dus dat ik dan 1,83 ben, is oh my god, dat moet iedereen weten. En ik maak er altijd grapjes over. Want ik zeg wel eens in interviews ook, dan zeg ik echt iets heel erg belachelijks. Het liefst ook tegen Amerikanen of Engelsen. Omdat ze niet in centimeters meten. Oh ja. En dan moeten ze dat dan omzetten. En dan denken ze, nou, dit kan niet kloppen. En ik vind dat doodleuk. Want ja, maakt het wat uit dan? Ja, en met dit, ik snap dat dat een ding is. En dat dat een groot ding. En ik was me ervan bewust op het moment dat ik de keuze maakte om over kanker te communiceren. Ik had het ook niet kunnen doen. Maar ik wist dat gaat, dat blijft me achtervolgen. Hey, je hoopt dan niet voor eeuwig de kankerpatiënt te zijn. Maar ik denk dat is ook een tijdsbeeld. Hier komt het voor mijn gevoel dus wel samen met het privéverhaal en de muziek juist. Omdat het gaat over iets overwinnen. Ja. Zeker, maar daarom heel veel mensen hebben gevraagd. Nummers als Invincible. Cole is dat dan geschreven. Na de kanker. Maar nee, dat is allemaal ervoor. En betekenen ze wel iets anders dan nu? Ja, het is wel een ander daglicht komen te staan. Onoverwinnelijk. Ze schreef het met in gedachten de Invictus Games. Vandaar ook de titel. Dat is dat hele grote internationale sportevent. Voor militairen en veteranen. Mensen die psychisch of lichamelijk gewond zijn geraakt. Ik luister zo samen met Floor naar het eerste deel. Dan hoor ook jij het meteen even goed. En dan legt zij uit waar het idee dus oorspronkelijk vandaan kwam. En, daar is hij, welke afslag die tekst nu heeft genomen. Ik heb het toch niet verzonnen. Invincible heb ik geschreven toen ik met het idee dat ik op de Invictus Games zou gaan zingen. Dat is uiteindelijk door Nightwish Planning in de war geschopt. Maar met dat in mijn gedachten ben ik de studio ingegaan en landde dat als ter inspiratie. En toen ben ik gaan denken van, goh, hoe moet het zijn om als politieagent, als militair, als Navy of als ook als brandweer iets te doen om voor andere mensen en daar heel zwaar beschadigd van terug te komen. Ofwel fysiek, ofwel mentaal. En daar is die song uit geboren. En vanuit daar was het van ja, PTSD blijkt een enorme ziekte te zijn die overal voorkomt. Er zijn miljoenen mensen die daar last van hebben. En echt niet alleen mensen die gediend hebben of dienen, maar ook mensen die op een andere manier dingen hebben meegemaakt. Natuurlijk oorlogsslachtoffers, maar ja, god, traumatische ervaringen. Helaas zijn er zoveel van die hele zware psychische reacties kunnen teweeg brengen. En toen werd dus de zwaartekracht meer op PTSD gelegd om ook een stukje awareness te brengen. En na mijn eigen ziektebeeld en de schok ervan met name en proberen daar weer overheen te komen, is Invincible ook voor mij weer iets anders gaan betekenen. Ja, kun je ook een stukje van luisteren? Want ik vind wel dat je dit liedje toch moet voelen. Ja. Vind je dat goed? Zullen we een klein stukje luisteren ervan? Leuk, ja. Out in the rain, it's never ending, pouring, washes away. Everything that you are trapped inside an empty shell. A body
Ik vind het bijna profetisch dus, als je het bedenkt over nu. Omdat je ook echt zingt, trapped inside an empty shell. Dat gaat toch over je eigen lichaam niet meer herkennen. Ja. Ja, ik wil je dus geen woorden in de mond leggen, maar kan er niets aan doen dat ik het echt bijzonder vind naar jouw verhaal. Ja, nou, dat is het ook. Ja, dat is het zeker. En toen ik het schreef, heb ik me geprobeerd voor te stellen hoe het moet zijn. Ja, ook zeker als je lichaam gewoon, zeker als er God, ja, je zou terugkomen zonder een ledemaat. Hoe moet dat voelen? Vind je er, ja. En hoe voelde het voor jou om zo lichamelijk in één keer zo anders te zijn? Kijk, bij mij hebben ze een heel klein stukje maar weggehaald. Dus in vergelijking met een beenamputatie of had het in mijn geval erger geweest en ze hadden een niet borstbesparende operatie moeten doen, ja, dan was dat nog veel sterker geweest. Maar het mentale lastige van kanker vind ik enerzijds omdat het een hele nare nasmaak heeft. Ik heb bijvoorbeeld ook mijn galblaas niet meer. Dat was eigenlijk veel acuter en gevaarlijker dan dat deze kanker was. Ik had al jaren buikpijn, één keer in de zoveel tijd, maar ik dacht dat ik last had van brandend maagzuur. En dan nam ik een rennie of aanverwante en dan ging dat over. Maar wat ik eigenlijk had, waren galstenen. Was mijn alvleesklier ontstoken. Het was echt gewoon shit. En uiteindelijk hebben ze die hele galblaas eruit gehaald, inclusief de 15 stenen die zich daarin verzameld had door de jaren heen. Wat dus de pijn verklaarde. Ja, dan schrik je ook blind. Dan denk je, jeetje, ik dacht dat ik een beetje buikpijn had. Of beetje, deed echt wel pijn hoor. Kon niet recht staan van de ellende. Maar ik ben dan weer zo'n sukkel die dan denkt, dat gaat wel weer over. Maar dat dus doet pijn. En dan fixen ze dat. Dat was een heftige operatie. Maar met kanker, er zit een andere ding. Er zit iets anders op. Ze hebben een heel klein dingetje eruit gehaald. En dan halen ze wat weefsel meer uit. Ze hebben er een lymfeklier uitgehaald voor de zekerheid. Zodat ze echt zeker weten dat ze al die shit eruit hebben gehaald. En in die zin was dat dus een veel kleinere operatie. Maar de naam kanker zet alles op zijn kop. Daarom voelde ik een beetje de noodzaak om het te verklaren. Of verklaren, te delen met de wereld. Enerzijds, ik dacht dat ik gezond was. Met die galblaas had ik buikpijn. Dat heb ik te lang genegeerd, dat was stom. Maar dat was tenminste te voelen. Dit heb ik nooit gevoeld. En ondertussen zat er gewoon een sluipmoordenaar in mij. En dat vond ik zo'n nare gedachte. Ja. Dus dat brengt het mentale heel erg met zich mee. Maar ook, dat kan dus in je lichaam zitten. We hebben alle technieken in de westerse wereld, zeker een land als Nederland, om dit te laten onderzoeken. Doe het dan ook. Ik weet dat er genoeg vrouwen zijn die het niet zo prettig vinden en daarom denken, ja, ik heb het een beetje gevoeld zo. Ik voelde niks. Het zal wel goed zijn. Wij in het snelle leven, wij die toch denken dat het is wel goed. Zo dacht ik zelf ook. Ik ging wel naar die mammografie, want dat vind ik, dat doe ik wel. Jij ging gewoon naar de check. Ik ging gewoon naar de check. Van het zal wel goed zijn. Ik ben 41, maak me niet voor zorgen. Word je dan gebeld? Of? Ik kreeg een oproep in Zweden. Neem ik bedoel 40, voor de uitslag? Maar, nee, ik kreeg in eerste instantie een brief dat ik nog een keer terug moest komen voor een mammografie. Dus ze hadden er één gedaan. En bij de tweede, ik dacht dat er iets met de apparatuur mis was gegaan. Oh, dat je nog een keer moest? Dat ik nog een keer moest. Ik was helemaal niet bezig daarmee. Echt niet, want ja, god, nou, ik zat lekker in mijn vel en ik was met het soloalbum bezig. En ja, ik was helemaal niet met mijn lichaam bezig, gezond zijn, want ik voelde me dus gezond. En dus bij die tweede mammografie was echt van, ja, kom op jongens, want ik heb nog wel wat meer te doen. Ah, zeg maar zo dat gevoel. Ja. Ja, mevrouw, we hebben wat gezien, dus we willen ook nog een echo doen en we gaan een biopsie doen. Oké. En uiteindelijk, ja, nee, en het nieuws wat ze dan in die biopsie gevonden hadden, uiteindelijk, daar moet je wel voor langskomen. En gelukkig maar. Heb je dan niemand bij je? Nee. Mijn man is op tour en de rest van mijn familie woont in Nederland en ik was in Zweden. En zelfs daar was ik eigenlijk niet helemaal voorbereid op wat het zou doen met me. Omdat ik weg naar het ziekenhuis ligt ook de supermarkt. Dus ik had de tassen al in de auto gelegd daarna. Zodat ik boodschappen kon gaan doen op de weg naar huis. Zodanig, zeg maar even, niet erop voorbereid wat voor impact dat het gaf. Daarin wil ik richting mijn tweede reden om het te communiceren komen. Kanker zet alles op zijn kop. Omdat je eigenlijk meteen denkt, ja, ik kan hier aan doodgaan. En dat hoeft niet. Dat,
Ja, er zijn er genoeg die het helaas niet het gevecht winnen. Maar er zijn er een heleboel die het wel doen. En hoe meer kennis daarover is, hoe beter. Om ook voor andere mensen in het algemeen, dus niet alleen vrouwen, het woord kanker niet meteen als het einde van de wereld te hoeven voelen. Dat is ongelooflijk. We hebben fantastische artsen die fantastische dingen doen. Mooi dat je dat podium gebruikt. Want wat ik zeg, ja. ik lees het dus en het voelt zo plat. En nu hoor ik je erover praten. Ik zie ook dat het je nu nog weer raakt. Ja, ja. Ik weet niet hoe het voelt, maar dit moet een bizarre impact hebben. En ik hoop ook dat je het nooit hoeft mee te maken. Maar dat mocht het een keer komen, dat je weet van nou ja, er zijn een heleboel soorten kanker. En er zijn fantastische artsen. Dat is een fantastische techniek die constant in beweging is. En wat de medische wereld voor ons gedaan heeft, niet alleen tijdens de pandemie, maar dagelijks, is iets wat eigenlijk veel te weinig in het daglicht komt te staan. Wordt vooral gezeurd over alles. Ik ben zo ongelooflijk fantastisch goed behandeld ook. Nou, dat is heel veel waard. En dan heb je ondertussen zo'n liedje al op de plank liggen dus. Ja, ja. Kun je dit ook zingen als je het even niet gelooft? Dat je invincible bent en dat je stronger now bent. Broken nou, but ja. beautiful. Ja, zeker wel. Ja, het is... Je mag het beste in de spiegel zingen, inderdaad. En broken but beautiful. En zeker vanuit het beeld van, goh, als je er nog niet bent... Dat niet die hele identiteit verdwijnt. Out in the rain, stronger now, stronger than all of the pain. Broken but beautiful, back on the shore. Je zingt het al wel vaker, maar daar zing je het met een soort overtuiging dat ik... Ja, je moet het wel geloven. Een beetje wat Peter, die audio ever ja. ook zei. Misschien wel stronger than ever before. Het zet alles opnieuw op scherp qua prioriteiten. Wat is het belangrijkste in het leven? Dat is een van de grootste redenen dat ik van kanker naar zwanger ging. Ja, gefeliciteerd gedacht, trouwens nog, dat heb ik niet gezegd. Ja. Ik had gewoon niet gedacht dat het zo snel zou gaan. Nee. Net vanuit die heftige ziekte en ook omdat ik 40-plusser ben. Maar, maar dan is het toch ook... Gezegend met een gezond lichaam. Ja, dat ja. is fantastisch. Dan is het toch ook waar we in het begin al over hadden, dat one day is today. Ja. Dat is dan toch onmiskenbaar, heeft dat hiermee te maken. Dat je dat nu weet... Cirkeltjes rond gewoon. Ja. Ja, dat is mooi. Ja. Er is nog één ding te doen. En dat is de textuele voorlichtingsmuur. Ik vraag de artiest altijd om daar een zin op te schrijven. Eentje die voor hem of haar de ziel van het liedje blootlegt. Denk jij trouwens ondertussen... Goh, ik vind deze podcast wel leuk. Je kunt hem ook delen, hè? Vergeet dat niet. En je kunt ook liken en recensie achterlaten. Het zijn hele fijne dingen voor ons... om die podcast steeds een beetje verder te brengen. De ziel van het liedje. Ik geef een zwarte stift aan Floriansen. Zij denkt even na, draait zich om en schrijft er eentje op. Uit deze drie of zou je zeggen... Ja, dat is wel het handigste, want dan klopt het bij het gesprek. Nee, dan ga ik toch uit eentje van Paragon. Omdat die toch het meest... pak ik uit Paragon. Ja, ik zie je. Ja, ik denk echt You Are Your Paragon. Ik vind het heel leuk dat er zo de diepte ingegaan kan worden. Ik leg er heel veel ziel en zaligheid in. En met wel oog voor detail, wat niet altijd begrepen hoeft te worden. Ik vind het gevoel uiteindelijk veel belangrijker. Maar het is wel heel leuk om er wat dieper op in te gaan. Hold on to your dream. Dit was een podcast van NPO Radio 2 en EO.